als je hier op de toekomst aankomt lopen en Troy is er, dan hoor je hem eigenlijk al van ver af lachen. Dankjewel. Zo leuk. Dankjewel. Zo dank veel plezier je. Heb dank jij. Je. Nee, ik vind het echt een droom erop. Ik heb echt naar mijn zin. Daley Sinkgraven, Vaslav Tcherny en Joel Veldman hebben alle drie met elkaar gemeen dat zij een zware knieblessure hebben opgelopen. Nou, en om dan weer helemaal terug te komen op het veld, moeten ze opnieuw leren lopen en ook sprinten. En daarom brengen ze tijdens hun revalidatie veel tijd door met voormalig Olympisch sprinter Troy Douglas. And the base keeps running, running and 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 running, running. Ja, daar is hij hoor, Troy. Yes. Troy, goedemiddag. Alles goedemiddag. Goed? Ja, lekker met jou. Hoe ging het trainen? Uitstekend, dankjewel. Lekker? Super goede training. Ja. Troy, jij bent een performance coach. Klopt. Wat houdt dat nou precies in? Mijn specialism is snelheid en wendbaarheid. En de snelheid specifiek in de voetbaltraining. Ja, je doet dus specifiek op snelheid en techniek en wending. Yes. Wat is daar nou in het echt het allerbelangrijkste? Bewustzijn van je craft. It's control. It's control van wat hij heeft. En ja. Ik kijk heel vaak naar filmpjes en ik probeer de biomechanics te corrigeren. En zo werk ik met die jongens. En met de correcties zijn ze meer bewust van wat zij voelen. Maar hoe ga je nou te werk, Troy? Is het vanuit de vraag van de speler die zegt, hey Troy, ik wil sneller rennen? Drie vragen. Eentje van de speler. Maar de meest belangrijke twee vragen komen vanuit onze test. En de hoofd van de jongens, bijvoorbeeld Bjorn, die zegt Troy, hij komt te kort daar en daar. Heb je extra tijd nodig om te investeren in hem? En dat doe ik. Zo werken wij met elkaar. Als we kijken bijvoorbeeld naar Daley Sinkgraven, Joel Veldman, Vaslav Tcherny, die hebben alle drie een kruisbandblessure gehad. Yes. Wat is dan essentieel voor hen om te trainen bij jou? De meeste mensen denken, oké, na een blessure wil ik terug naar mijn oude zelf. Yes. Je gaat nooit terug naar je oude zelf, je gaat naar een betere zelf. Maar let je nou ook op hoe ik bijvoorbeeld aankom lopen? Of ik goed loop? Nee. Wat maakt het voor jou nou zo leuk om hier bij Ajax dit te doen? Want je komt oorspronkelijk natuurlijk uit de atletiek. Yes. Je werkt met Formule 1 auto's elke dag. En je werkt ook met de high performance team, met de strength coaches, conditioning coaches, fysiotherapie. Het is gewoon elke dag met grote glimlach op mijn gezicht namelijk. Ja, dat zien wij. Dat zien wij overal. Als je hier op de toekomst aankomt lopen en Troy is er, dan hoor je hem eigenlijk al van ver af lachen. Dankjewel. Zo leuk. Dankjewel. Zoveel plezier heb jij. Dank je. Nee, ik vind het echt een droom erop. Ik heb echt naar mijn zin. En het is mooi om een kleine rol in te spelen in zo'n jongens toekomst. Maar niet alleen voor een jongens toekomst, maar ook voor de ontwikkeling van mijzelf als een coach en mijn collega's ontwikkeling. Zo, dat is hartstikke fijn. Inside Ajax. Iedere vrijdagavond op Ziggo Sport. Gratis voor Ziggo klanten.